Ja, vragen over het beleid van scholen in verband met de klimaatbetogingen. Vragen ook van Koen Daniels van de N-VA. Hij is mijn gast. Dag meneer Daniels. Maakt u zich zorgen over dat beleid van de scholen? Ja, ik stel me vooral vragen met ouders die plots op televisie of in de kranten een eigen kind zien. In een betoging lopen met een spandoek op, al dan niet politiek getint, al dan niet met toespraken van politici, waar die ouders niets van afweten. Ja, ik kan me voorstellen dat u dat gezien heeft en dat er misschien hier en daar een school zich daaraan schuldig heeft gemaakt, maar globaal genomen, de Vlaamse scholen, maakt u zich daar zorgen over? De Vlaamse scholen, ja, het zijn er heel veel, hè, dus dat wordt toch wel moeilijk, maar het gaat me vooral over, wat is het beleid ten aanzien van betogen? Hoe gaan we daarmee om als school? Ja. Want als ik wil mails... daar echt over hebben, hoor. Ja, ik ook, beleid, maar maakt u zich zorgen over de scholen? Ik maak me zorgen als ik heb brieven zie verschijnen van in ons leerplan staat dat wij moeten gaan betogen. Ja. Of dat leerlingen die niet mee gaan betogen, dat die eigenlijk afgunstig worden bekeken. De minister was duidelijk, hè. Eigenlijk kan dit niet. Ze zegt, als je dit doet, als je een betoging, een wandeling, een manifestatie, noem het hoe je het wilt. Op den duur wordt het natuurlijk een semantische discussie. Maar als je iets doet, dan moet het met medeweten van de schoolraad zijn. Daar zitten ouders in, daar zitten kinderen in. En dan gaan die ouders op televisie niet zien dat hun kinderen hebben deelgenomen. Dan is het oké voor u? Ik denk dat heel concreet is dat ouders inderdaad moeten weten wat gebeurt er. Ook hoeveel keer gebeurt het. Het is een verschil, denk ik, tussen dat lessen eenmalig worden gebruikt voor een uitstap. Ik denk dat dat iets is. Maar als telke malen week na week op dezelfde dag alle lessen wegvallen, omdat een aantal leerlingen, een leerkracht zei net nog van ja, ik had 5 leerlingen in mijn klas en 16 waren er niet. Ja, wat moest ik doen? Als ik les zou geven aan die 5, want ik moet die eigenlijk wel lesgeven, want die zeggen we willen op school, want ik heb het moeilijk met dit vak. Maar wat moet ik dan doen met die andere 16? Als ik die dan inhaallessen moet geven, ja, wanneer moeten we die dan weer plannen? Ja. Ik geef een toets, wat moet ik daarmee doen? Een zieke leerling, die krijgt een inhaaltoets, maar diegenen die gaan betogen zijn, krijgen dat niet. Maar op het einde van de maand hadden ze maar 1 toets. Heeft u weet van scholen waar het systematisch gebeurt? Ja, er zijn scholen waar inderdaad leerlingen systematisch afwezig zijn. Ja, waar leerlingen dat doen, maar waar scholen zelf systematisch aanzetten tot. We hebben wel weet van een aantal scholen die inderdaad stelselmatig het wel aanmoedigen om het te gaan doen. We hebben ook meet van scholen die mails sturen om ook op zaterdag mee te gaan betogen. En vandaar is mijn vraag meer overkoepelend naar het beleid dat we voeren als Vlaanderen. Want dat mogen we toch niet vergeten. Wij proberen heel sterk een beleid te voeren tegen spijbelen. We hebben hele concrete acties ondernomen om te zeggen, kijk, we gaan als iemand 5 keer ongewettigd afwezig is, schakel het CLB in als een problematische afwezigheid. De krokusvakantie komt eraan. Er zal weer heel wat te doen zijn over luxeverzuim. Kinderen die niet op school zijn. Omdat ze vrijdag al het vliegtuig nemen, omdat het goedkoper is. Hè, het vliegtuig nemen wat goedkoper is. Ja, daar zit toch wel enige frictie op. En dan is de vraag, wat is het beleid van de school? Hoe worden ouders, leerlingen, maar ook leerkrachten erin betrokken? Ik hoor de minister toch vertrouwen uitspreken in de scholen. Ze zegt dus, ik kan niet zeggen wat die scholen moeten doen. Dat moeten ze vooral zelf doen. En ik heb er wel vertrouwen in dat ze dat doen, dat ze dat afsprakenkader maken. Deelt u dat vertrouwen dan van de minister? Ik deel dat vertrouwen, maar ik zie ook een aantal scholen die, als je brieven stuurt naar ouders nadien, van ja, we moesten dit doen, want het staat in ons leerplan. Ja, dat is naar ouders toe gezagsargumenten gebruiken die eigenlijk weinig inspraak hebben. En twee, je geeft ook ouders niet de mogelijkheid om te zeggen, ik vind dat dit niet kan. En het gaat over het, we moeten opletten maar dat spijbelen... Maar als natuurlijk in zo'n pedagogisch project past, men werkt een aantal weken rond klimaat, rond ecologie in de klas... En dan in de slipstream daarvan gaan, want dan wandelen, betogen, noem het hoe je wil, dan weten ouders dat toch, dan past dat toch in dat project. Ja, maar semantiek, je zegt nu, we gaan een wandelingetje maken. Ja, dat is natuurlijk iets anders dan op straat gaan betogen in een mars, waar ook politie toespraken doen. Dus we gaan wandelen en toevallig is er een politicus die toespraken. De grens is Ja, ik denk dat we toch een beetje moeten opletten. We spijbelen om te gaan betogen, daardoor zijn we niet op school, een ganse dag niet op school, georganiseerd. Tijdens de lesuren voor leerplichtige leerlingen waren ouders niet noodzakelijk instemming gegeven. En de minister heeft duidelijk geantwoord. Was ook dat wat dit niet kan voor haar. Dat dit niet kan en voor ons ook niet. Ik denk dat het ook een duidelijk signaal is. En dat we ook moeten opletten, en dat is wat de kern van de zaak, dat je de ganse polemiek rond betogen, want ja, morgen zijn er andere zaken waar mensen willen gaan betogen. We komen daar in een moeilijke discussie, ook als school. Ik waarschuw scholen er ook voor. Denk goed na wat je doet, want morgen komen er andere vragen om ook te gaan betogen over iets. En hoe ga je dan uitmaken wat wel en wat niet? Nog heel kort, want wij zijn nu al 5 minuten aan het praten over het betogen wandelen. Hoe je het dan wil noemen. Een van de tussenkomsten daarnet ging over
het instrument, de betoging in dit geval. En er werd gerefereerd naar de organisatoren die dan zeggen, ja, het moet niet gaan over wat wij doen, namelijk betogen. Het moet gaan over wat we vragen, namelijk een beter klimaat. Voelt u zich nu aangesproken door hen? Ik denk dat ze een punt gemaakt hebben. Ik denk dat je op dit moment geen enkel politiek debat niet meer hebt waar het niet over klimaat gaat. Hè. En dat is maar goed. En dat is goed. Hè. Er is natuurlijk wel één verschil tussen dat je nu je schoenen bestelt bij Zalando en morgen vroeg worden die geleverd en alles is in orde. En als het niet goed is, stuur je ze terug. Politieke besluitvorming, onder andere rond klimaat, ja, heeft veel meer impact. Hè. Als we gaan zeggen, vliegen wordt duurder. Ja, dat wil zeggen, een bepaalde groep van de bevolking die vandaag toch op reis kan gaan naar verdere landen, dat het voor die moeilijker gaat worden. Maar wat ga je daarmee doen? En dat is toch wel, hè, als je oproept, hè, laat het over de inhoud gaan, ja, heel graag. En ik denk dat wij als N-VA er ook over inhoud willen hebben, maar ook alle consequenties. En niet van, we gaan heel sterk, we doen niets. Goed, laten we dan ook alle betogers maar niet verdenken van hun schoenen bij Zalando te kopen. Dat heb ik ook niet gezegd. Ook dat heb ik ook niet gezegd. Net zoals scholen er zijn die het in goede orde kunnen organiseren. Bedankt in elk geval voor dit gesprek, Koen Daniels. Beste kijker, blijf bij ons. We gaan het straks hebben over de erkenning van moskeeën, maar ook van andere gebedshuizen van andere religies. Tot zometeen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.